مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. Dames en luisteraars, van harte goedenavond en welkom tot deze woensdagsaflevering van gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkans, Kal Ajor Kal. Kal Ajor Kal wordt uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname en is nu te beluisteren via de RBN radiofrequentie RP de Hot One 89.7 FM. Deze uitzending is ook te zien via YouTube. Daarvoor gaat u naar de YouTube source Islat in RBN Suriname. Deze uitzending is ook te zien via Alpha Televisie Channel Facebook en ook online te beluisteren via de website van Dagblad Suriname, dbsuriname.com. En landelijk in ons eigen land is Rashid Pierkans Kal Ajor Kal te zien via Alpha Televisie Kanaal 5.2. Mijn naam is Farid Pierkan, ik ben uw presentator voor gisteren, vandaag en morgen, Rashid Pierkans Kal Ajor Kal, en zeg tegen u allemaal assalamu alaikum. Vandaag hebben we een zeer bijzondere gast in Kal Ajor Kal. Een gast die ik nauwelijks 30 dagen geleden heb ontvangen in de hoedanigheid van voorzitter van de VHP. En vandaag heb ik hem voor het eerst in de hoedanigheid van president van de Republiek Suriname. Vandaag praten wij met Chandrika Persat Santokhi, president van onze Republiek. President, welkom in Kal Ajor Kal. Dank u wel, heer Farid Pierkan. Ik ben blij u weer te zien in andere hoedanigheid. Luister nou, dus ik wil even beginnen. De laatste keer dat ik je hier heb gehad, ja, was op 24 mei. Klopt. En dat was twee dagen voor de verkiezing van dagen voor de verkiezingen. Ja, 23. 23 mei, ja, 23. Ja, goede onthoudingsvermogen, ja, man. Ja, dat ik het werk. Ja, en daarna ben je ervan doorgegaan met de overwinning toen je van hier wegging. En vandaag heb ik je hier als president. En dat is drie dagen na jouw inauguratie. Waar zit het verschil tussen die Chan Santokhi die ik had, pakweg een maand geleden, en de president van Suriname die nu voor me zit? Ik denk dat het grote verschil zit omdat ik daar op dat moment een campagneleider was. Zware campagne gevoerd. En ik heb ook gezegd op die zaterdag van 23 mei, meneer Pierkan Farid, munde mosoriu. We worden de grootste. We winnen. Dat was een zware campagne. Dus zie me als een campagneleider, zie me als een oppositieleider. Zie je, ja, heel wat mensen zagen. Al namelijk de inkomende nieuwe leider in het land. Maar dat had ik in ieder geval overgelaten aan het kiezersvolk. Politicus, VHP-voorzitter, de leider van de Orange-beweging. Ja, de Orange-beweging, hoe vergeet die? En nu ben je president. Ja. De verkiezing is achter de rug. Campagne is achter de rug. Alassani Psagba. Nu ben je president voor alle Surinamers. Dat is het grote verschil. Je bent 30 dagen plus een maand plus 3 dagen president van ons land. Waarom lijkt het alsof het bijna een jaar is? Oei. Het lijkt alsof je al een jaar president bent. Ja. Hoe hebben mensen dat gevoel? Want ik heb binnen het gevoel dat je een jaar zit. Ja, dus ik denk het gevoel wordt met name gevoed vanuit de samenleving. En ik voel die druk. Ik voel elke dag die druk, Farid, vanaf dag 1. Dit moet gebeuren, dat moet gebeuren. Maar meer nog, 80% van alle apps wat je krijgt is mijn positie, mijn benoeming, mijn aantrekking. Vergeet me niet, die druk is er. Ongeduld is er. En ik denk dat daar doorkomt alsof in de samenleving, vanwege ook die 10 jaren onderdrukking, 10 jaren een beleid dat hun geleid heeft tot armoede, 10 jaren van ontwrichting van onze economie, 10 jaren van dat bedrijven het heel moeilijk hadden. Agrarisch had het moeilijk, studenten had het moeilijk, jongeren had het moeilijk. En dan krijg je na die 10 jaren een nieuwe regering en dan ontstaat het een soort eruptie, een soort vulkaan-eruptie. En dan wil men direct die zaken gerealiseerd zien. Maar besturen is namelijk eerst, je komt daar, je gaat inventarisatie houden. Dat hebben we gedaan, dat hebben we al gepresenteerd. We hebben al laten zien wat we hebben overgenomen. We zeggen, we gaan niet klagen. Klagen hoe dit. We wisten dat het een heel ernstige crisis was. Maar dat het zo en zo erg was, Farid, in de verste verte van onze dromen hadden we niet verwacht. Wat men die laatste dagen, laatste week gedaan had. Maar we zijn gekomen
om het land uit de crisis te halen. We zijn gekomen om het land te redden. En we zijn direct begonnen met beleid. Direct zijn we begonnen met beleid. Dat verhaal van allerlei wurgcontracten, mensen zijn aangetrokken. Direct, presidentiële commissie personeels aangelegenheden. Onderzoek alles. En ze hebben al 3 aanbevelingen al gegeven die ik direct geïmplementeerd heb. Personeel stop. Direct geïmplementeerd. Al die benoemingen, waarvan die missieves nog niet ingevoerd waren. Stoppen. Geen enkel missieve wordt nu ingevoerd. Laten we even onderzoeken wat er aan de hand is. Ook dat. En tegelijkertijd hebben we opgevraagd, namelijk al die controversiële benoemingen. Stuur ze ons, van zowel de overheid als die parastatale. Laat die presidentiële commissie goed naar kijken. Die goederen, alle ministeries, al die verhalen, u kent het al, goederen nodig, die zien nodig, dat die nodig. Ga niet zeuren, ga niet klagen, presidentiële commissie. Namelijk voor vreemde goederen. Ga onderzoeken. Waar zijn die goederen? En dat zal wel blijken, namelijk als er goederen niet zijn, conform wettelijke regeling, die goederen bij wie zijn. Dat team werkt ook. Maar terwijl je daarmee bezig was, moest je ook rekenen houden met de belofte die we gedaan hebben samenleving. We gaan die corruptie aanpakken. Een corruptiewet, zoveel jaren geleden goedgekeurd, die niet werkt. Direct de presidentiële werkgroep, onder leiding van een advocaat-generaal. Ga kijken wat het probleem is. Welke zijn de staatsbesluiten? Welke zijn de instituten? Moet er een corruptiepreventiecommissie komen? Welke zijn die andere organen die allemaal in place moeten zijn? Want die wet moet gaan werken. Die corruptie moet aangepakt worden. Maar waarom denken mensen, ik weet niet of het komt doordat ze 10 jaar een ander regime hadden, van pak ze op, sluit die mensen, schop ze weg. Want mensen krijgen dat gevoel. Zei dit Chan, sorry hoor, maar je weet, ik moet nog wennen met president Santokki. Toch? Waarom pakt president Santokki ze niet op? Waarom jaagt hij ze niet weg? Ja. Want we hebben bij vorig bestuur gezien dat er zoveel ministers zijn verwisseld dat iedereen de tel kwijt was. Zoveel DC's zijn verwisseld. Het leek daarop een normale daily operation. Ja. Maar waarom gebeurt dat? Ja, ik denk 2 dingen. Dat voorbeeld wat hij aanhaalt. Zo zie je namelijk, als er een regime te lang blijft, met een bepaald regeerstijl, met een bepaald regeersysteem, met een bepaald houding naar de samenleving, dan begint de samenleving dat langzaam te adapteren, als te zijn normaal. Ja, begrijp je? Zei dat president Longrab de man. Precies. Wij zeggen, we zijn een regering van good governance. We zijn een regering van rechtsstaat en we zijn een regering die zaken transparant wil doen. Wij hebben direct een paar misstanden gezien. En we hebben opgelegd voorbeelden. Die percelen die allemaal uitgegeven waren daar op cultuurtuinlaan. Je kan inderdaad zeggen, hey, pak die persoon en pak die persoon, jaag weg en draai alles terug. Zo werkt een rechtsstaat niet. Zo werken goede bestuurders niet. Wij zijn geen machtsstaat. Wij zijn geen machtswellustelingen. We zijn leiders, law-abiding leiders. We zijn leiders gebonden aan de regels van de rechtsstaat. We zijn leiders gebonden aan de regels van algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Wij moeten weer Suriname een rechtsstaat maken. We moeten weer in dit land wet en recht doen gelden. Wat een beetje geërodeerd was. Ja, maar dat gaat even een poos duren voordat mensen dat begrijpen. Hè? Want 10 jaar, dat is heel lang. En mensen zijn een beetje gewend aan dat, hoe noem je het, hard model buiten reguliere systemen om. Ja. En dat is een wenningsproces voor die samenleving om te zeggen van kijk, we willen naar een ander systeem. Ik ga een voorbeeld aanhalen. Kijk hoe men met de procureur-generaal omging. Beledigend, bedreigend, resolutie, ontslag, PG. Weet je wat dit betekent voor een rechtsstaat Suriname? Wat doe ik? De procureur-generaal wordt netjes uitgenodigd op het paleis en we voeren overleg. President van het Hof wordt uitgenodigd en we voeren overleg. En ik vraag aan de procureur-generaal, op grond van het algemeen vervolgingsbeleid, wat voor verantwoordelijkheid is van de regering, dat ik van u vraag dat u hoge prioriteit geeft aan die aanpak van corruptie. En dat ik zelf een stapje verder ga, dat ik ook vraag dat u daar binnen uw parket een speciale aanklager aanwijst voor me om die corruptiezaken te onderzoeken. Dit is iets anders, met gezag. Maar wij weten dat het met tijd gaat, geduld en goede controle. Maar beschikt men over het apparaat om die zaken wel te onderzoeken? Want als we praten van corruptie, praten we van zeer ingewikkelde materies.
Het zijn mogelijk geen corruptieve handelingen van man steelt fiets of man steelt een broodje. Dit zijn ingewikkelde materies. Farid, mijn boodschap aan de procureur-generaal en de waarnemend president van het Hof, die ik afzonderlijk heb ontvangen als president, was, en bij één gesprek was ook de vice-president aanwezig en de voorzitter van de Nationale Assemblée ook aanwezig. En onze boodschap was, wij respecteren de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. En heer procureur-generaal, wij gaan u alle ruimte geven, alle tools geven, alle instrumenten geven, alle beleidsruimte geven om uw werk te doen binnen uw taakstelling. Zegt u mij wat u nodig heeft om te kunnen werken. En de procureur-generaal zegt tegen mij, president, al maanden ligt er daar een missieve voor aantrekking van vervolgingsambtenaren, voor opleiding, mensen die afgestudeerd zijn. Ik zeg, oh, wel binnen een paar dagen is alles direct door mij getekend dat hij nu zo werk over een kan team doen. Beschikt aan vervolgingsambtenaren. Wel moeten ze allemaal getraind worden, begeleid worden. Dat is wat de regering moet doen. Facilitair. Geven wat ze nodig hebben. Niet komen in die onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Ja, niet beïnvloeden. Daar wil ik even stoppen. Want de doorsnee burger die de hiërarchische structuren niet kent. Ik denk maar, Chan was, sorry hoor, ik moet nog wennen hoor, dames en heren, president Santoki. Is dat niet congruent? Was ook eens commissaris. Want dat was hij dan met een geboeide man. Want ze kunnen de scheiding niet maken tussen de uitvoering en de rechterlijke macht. Ja, dit is een taak, heer Pirgan, die wij op ons moeten nemen. Niet alleen als regering, maar als samenleving ook. Dat we weer die samenleving moeten gaan uitleggen. Gaat u maar na. Jongeren die opgegroeid zijn die afgelopen 10 jaren. Hun opvattingen over waarden en normen. Hun opvattingen over rechtsstaat. Ja? Kinderen die van 9 jaar 19 geworden zijn, 10 jaar 20 geworden zijn, krijgen een heel andere opvatting over een maatschappij. Het is een taak voor ons, een opvoedende taak, een voorlichtende taak, maar meer nog een normstellende taak van ons als nieuwe regering. Want dit is een nieuwe regering met een nieuwe stijl, met een nieuwe norm, namelijk scheiding der machten. Hier zijn we als regering en wij onderwerpen onszelf aan de regels van de rechtsstaat, maar tegelijkertijd onafhankelijk rechterlijk macht. U bent onafhankelijk en ik geef u alle ruimte. En daar de wetgevende parlement met de eigen verantwoordelijkheid. Dat moet het samenspel zijn. En dit moeten we nu blijven uitleggen, blijven exerceren. Totdat men gaat beseffen, 10 jaren een ander systeem met een andere indoctrinatie die daardoor ontstaat. Verandert niet binnen 30 dagen. Oké, president, u weet het is gebruik in Kal Ajor Kal dat ik altijd wat burgers toelaat. Om u een aantal vragen zelf te stellen. Weliswaar gaan we het vandaag een beetje beperkt hebben, maar we gaan wel mensen toelaten. Het is gebruik in Kal Ajor Kal, dus daarom moeten we even rekenen. En zoals gebruik ga ik u soms ook even moeten stoppen als die beller aan de telefoon is. Oké, Chan Santoki, president van de Republiek Suriname. Je hebt 2 primaire grote problemen. Er is 1, je hebt een financieel probleem. En nu heb je on top of it een COVID-probleem. Verschrikkelijk. Dus ik heb daarnet uw persconferentie ook gevolgd. En by the way, dames en heren, onze verontschuldigingen dat we vandaag iets wat later beginnen. De president was bezig met zijn persconferentie. Dat heeft natuurlijk voorkeur omdat hij daar dit grote gemeenschap bezig was te informeren. Ik heb begrepen dat de regels intact zijn. Maar de burger vraagt zichzelf af, hoe staat het met de handhaving? Want we kunnen regels maken. Je hebt een klein percentage van de burgerij, ik zou niet zeggen alle mensen, die zich niet willen houden aan de regels, de rules and regulations. Hoe staat het met die handhaving? Ja, voordat ik daarover ga praten, laat me gebruik maken van de gelegenheid om nog achtergrondinformatie te geven. Ik ben gisteren gegaan naar het ministerie van Volksgezondheid op werkbezoek. En ik vond dat het belangrijk was dat de president daar ging. Voor het werk wat al onze gezondheidswerkers doen op het gebied van COVID, beheersing, bestrijden met zoveel risico voor eigen leven, eigen besmetting. En daarom ben ik daar gegaan. Maar toen ik die situatie daar zag, met fact en figures, heb ik direct gezegd, nee, dit kan niet. En ik heb een spoedbijeenkomst vandaag bijeengeroepen van de Raad van Ministers op het kabinet van de vicepresident. Farid,
onze mortuarium vol. Koelcellen, vol. Quarantaines, vol. En nu zijn er wel quarantaines en er zijn nieuwe hallen gebouwd, waarin nog ruimte is. Maar je kan die mensen daar niet plaatsen. Waarom? Er zijn geen gezondheidswerkers meer. Je hebt je potdemand op, zitten ze daar of liggen ze daar zonder begeleiding, zonder behandeling, zonder verpleging. Is ernstig. En ik ben bewust begonnen met dat die koelcellen waar die lichamen liggen vol zijn, omdat er hier aan het voorportaal iets misgaat. Aan het voortraject gaat er iets mis. En wij zijn begonnen door het volk de ruimte en de vrijheid te geven. Eigen verantwoordelijkheid, het nieuwe normale, zelfcontrole, sociale controle. Daarvan zijn we uitgegaan als regering dat we te doen hebben met good citizens. Goede burgers die de instructies gaan opvolgen. Farid, feest go door. Feestjes go door. Maar president, ik ga u onderbreken voor we over feesten gaan praten. Want u weet, ik heb een afspraak met u, want al bent u president. Die bellen die voorkeur, ja, 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 die janta die voorkeur. Ja. We komen straks terug bij het punt van feest gaat door. Ja. Goedenavond, u bent in de uitzending. Gaat uw gang. Ja, goedenavond meneer Farid. Goedenavond zijn excellentie president. Ik heb een vraag voor de president. En mijn vraag is dus dat ik weet dat u, president, u en uw regering pas een maand en zoveel dagen aanzitten. En dat u niet alle problemen in één keer kunt oplossen. Maar mijn vraag naar u, president, is dus dat de senioren burgers die eigenlijk in deze periode van COVID en ook die slechte economische situatie, dat ze eigenlijk een vergeten groep zijn. Maar juist in deze periode van COVID hebben ze die kwalitatief goede zorg nodig. En wat gaat u daaraan doen? En behalve dat en die pensioenen, die zoals u eerder had beloofd, dat u ze waardevast zou maken, gaat u dat alsnog doen? En dat is mijn vraag. Dank u wel voor uw vraagstelling. Oké, laten we dit even beantwoorden. En als we dit hebben gehad, we gaan van tijd tot tijd iemand toelaten in de uitzending. Zodat we wel het verhaal aan elkaar kunnen regelen. En u moet het even kunnen vasthouden, dames en heren. Want we jumpen van A naar Z. En dan komen we weer terug naar A. Die mevrouw heeft het over de senior burgers. Ja. Farid, ik ga je uitleggen. We hebben elke maand, dit is de tweede maand, waar we geld moeten gaan zoeken voor het betalen van salarissen. By the way, kan je een van de maand betalen? We zijn nog bezig, maar één ding kan ik wel zeggen. Ik heb de minister van Financiën gevraagd. Begin die pensioenen te storten. Dit is het goede nieuws. Okay. Begin die pensioenen voor augustus te storten voor onze senioren burgers. Dat heeft voor mij prioriteit. En dat gebeurt al. Daarna was ook de salaris voor de Trasuma. Tweede is COVID. We hebben in de Raad van Ministers vandaag het volgende beslist. We gaan, ik kom terug, het zijn niet dezelfde maatregelen, we hebben ze verscherpt. We hebben die maatregelen aangescherpt. We hebben nu een total lockdown. Die gaat starten om 8:00 s'avonds van vrijdag, aanstaande vrijdag. Hele dag zaterdag tot en met 5:00 s'morgens van zondag. Waarom, Farid? Deze twee dagen werd er gefeest. Flink gefeest. Met risico van besmetting. Dus wij zeggen, ho, we beginnen met één dag total lockdown. Als u zich niet houdt aan de regels en die handhaving gaat er zijn. Zoals u dat gevraagd heeft. Die opdracht is gegeven aan politie, leger, nationale veiligheid. We gaan scherper controleren. Maar we hebben direct gezegd, er wordt een nieuw team toegevoegd aan het COVID-beleidsteam. En dat is de onderraad armoedebeheersing. De opdracht is alle kwetsbare groepen identificeren in de samenleving. Zeker ook de seniorenburgers. Dat we tegemoetkomend moeten zijn. En dat er een beleid ontwikkeld moet zijn. Dat is de opdracht. Zet de districtsraad in. Zet de resortraadsleden in. Ze moeten gaan identificeren in hun wijken wie die mensen zijn. En dat is een apart team. Wordt een coördinator van kabinet vicepresident. Ik heb de vicepresident gevraagd als het kan vandaag, uiterlijk morgen, met deze raad te gaan zitten en met beleid te komen. Zodat we gericht kunnen kijken naar onze seniorenburgers. Naar de kwetsbare groepen. Maar ook aan de jonge mannen en jonge vrouwen, vraag ik. Kijkt u ook naar uw ouders. Let u ook op uw ouders. Breng die ondersteuning daar ook voor hen. En een andere opdracht wat ik gegeven heb aan de minister van Volksgezondheid.
zet een nieuwe unit voor geestelijk welzijn. Dat er daar gedragsdeskundigen zijn, dat er daar een team van experts is. Want door die strenge maatregelen gaan mensen meer thuis blijven, ga je spanning krijgen, ga je frustratie krijgen. Kan huiselijk geweld gaan toenemen, dat daar een team is om personen te begeleiden. Dat zijn de maatregelen en waardevast, mevrouw, ik geef u de garantie, we zijn pas derde. Dat hebben we beloofd. Die koers moet flink stabiel. En zodra ons koers flink stabiel is, zodra we ook voldoende inkomsten hebben daarover, kan ik straks nog praten. Dan gaan we inderdaad richting van waarde vastmaken. President Chandrika Prasad Santokhi, Chan Santokhi, praten we mee vandaag in Rashid Pierkans Kal Ajor Kal. Maar president, nu moet u het land balanceren tussen COVID en economie en de bedrijvigheid. Ja. Want als we het land sluiten, wat soms gaat moeten gebeuren, dat betekent een land tot stilstand verdient niets. Waar ga je die balans in vinden? Want er moet een balans in gevonden worden. Farid, toen ik gisteren naar de minister van Volksgezondheid ben ik met de intentie gegaan dat we deze week bekend zouden maken de protocollen in het kader van het nieuw normaal, namelijk normalisatie in de verschillende sectoren. Restaurants, casino's, transport, bedrijven, uitgaansleven, vermakelijkheidsinstellingen. En de minister had die opdracht gehad vorige week om die protocollen te ontwikkelen. En hij heeft die protocollen aan mij overhandigd, Farid, om te gaan naar die normalisatie. Toen ik die cijfers zag, heb ik tegen de minister gezegd, dit kan niet. We kunnen nu niet naar normalisatie gaan. Terwijl er nu 3-4 mensen per dag doodgaan. Terwijl er meer dan 150 besmettingen per dag zijn. Nee, dit kan je niet doen. Het gaat een open kraan zijn. Je gaat normalisatie bevorderen naar verschillende sectoren. Ja, die economie heeft het nodig. De mensen hebben werkgelegenheid nodig. De mensen hebben inkomen nodig. Ja, helemaal eens. Maar als daardoor ons volksgezondheid in gevaar komt. Weet je hoeveel bedrijven nu gesloten zijn vanwege COVID-besmetting? Weet je hoeveel overheidskantoren nu gesloten zijn vanwege COVID-besmetting? Ga naar wat er gebeurt. Dus verder kan je zeggen, COVID zorgt voor die shutdown zelf. Exactly. Maar ook door het gedrag van de burgers. Ja. Als zij zich correct gedragen hadden. Ja, dus mede door die burgers. Juist. En we hebben vandaag opdracht gegeven aan justitie en politie voor strenger handhaving. Dat de boetes moeten komen. Dat de mensen, uiteraard ga je extra naar man. Isoleer ze even, omdat ze een norm overtreden begaan hebben. Maar de procedures, die administratieve procedures, die zijn door de procureur-generaal ontwikkeld. Mm. Zodat de mensen bij de overtreding, net zoals bij die verkeersovertreding, sneller direct een dagvaarding krijgen om te verschijnen voor de rechter. Oké. Okay. Chan Santokhi, praat over mij. President Chan Santokhi. Kijk, ik moet nog even een beetje wennen. Het is ook een wenningsomslag voor mij. COVID gaat hier een poos blijven, waarschijnlijk, wat we niet weten. Want we zien ook wat er in de wereld gebeurt. We zien dat zelf grote landen met veel meer geld, veel meer infrastructuur, veel meer manpower, met alles, het ook moeilijk kunnen controleren. Dat zien we voornamelijk in het land die we kennen als Nederland. We zien Amerika. Die landen zijn min of meer bekend. Maar die protocollen die zijn gemaakt door de minister, die zijn in principe stand-by in case het weer open kan. Exactly. Dus over die zaken niet meer opnieuw gedaan te worden. Nee. En het is voor nationaal elftal. Is er een protocol ontwikkeld? Dat zal vast kunnen starten met de oefening, want ze moeten ons land vertegenwoordigen. Je ziet ook internationaal is voetbal al op gang gekomen onder aangepaste omstandigheden. Horeca heeft al een protocol. Luchtruim heeft al een protocol. Maar als dit ding wat ik gisteren daar gezien heb, niet zo ernstig zou zijn, zou deze week luchtruim geopend worden voor 1 Curaçao en 2 voor Nederland. Want die facts hadden wij. Namelijk dat het daar al redelijk onder controle was. Mm-hmm. Maar toen ik dit zag, zegt de minister, nee, je kan niet nu strengere maatregelen treffen en je opent het luchtruim voor deze vluchten. Oké, president, ik ga u weer onderbreken. We praten met Chan Santokhi, president van ons land. We hebben weer een beller aan de lijn. Goedenavond, u bent in de uitzending. Gaat uw gang. Goedenavond, heer Farid. Goedenavond, president. Goedenavond. Ik wilde u wat vragen. Door de lege kast die u hebt overgenomen van de vorige regering en ook nog de COVID-19-virus die in Suriname al aardig zijn tol begint te eisen. Waarbij er de laatste periode veel besmettingen,
hebben plaatsgevonden en intussen al 50 plus doden zijn. Wat zijn de concrete acties van de regering om ons werk te beschermen? Bedrijven geven ontslag. Die groep komt dan zonder geld te zitten. Wat gaat de regering doen in zulke gevallen? En nog één ding, alstublieft. Okay. Voor de verkiezing zie je altijd een presidentskandidaat bij Kaladjorkul. Eindelijk een president. Blij u te horen en te zien. En als laatste, ik heb vernomen dat Farid uw beleidsadviseur wordt. Is toch goed? Ik kijk al jaren naar zijn programma. Eerlijk, deze man. En heeft een brede kennis van zaken. Okay. Neemt u het mee. Prima. Het zal een wijs besluit zijn. Okay. Succes, zegen voor alles wat u doet. Okay, dank u wel. Maar laten we even naar die COVID-tory gaan, want ik denk dat belangrijker is dan die laatste vraag als zo'n opmerking van die vrouw. Ja. U hebt die maatregelen al bekendgemaakt, ja. Min of meer, maar die vrouw maakt zich zorgen, mensen die geen werk gaan hebben. Ja, uiteindelijk moeten mensen toch een beetje geld hebben om rijst, brood te kopen. Klopt. Dus daarom hebben we vandaag ook beslist, namelijk dat... Dus laat me even teruggaan. Dus in het nieuwe COVID-beleid van de regering is er een nieuwe... COVID-structuur. 1. De vicepresident met 3 ondersteunende ministers, buitenlandzaken, regionale ontwikkeling en justitie en politie met de directeur nationale veiligheid. Maar daaronder heb je verschillende structuren van ministers. Zo is minister Volksgezondheid als het gaat om de gezondheidssector, justitie en politie defensie als het gaat om veiligheidssector. En zo is er een structuur van economische zaken en andere ministers die gaan over economie en maatschappij. Om daar die normalisatie op gang te brengen. En dan is er een andere poot. Die gaat voor in ieder geval de normalisatie naar openbaar vervoer, naar onderwijs. Gelukkig is er vakantie. Dus onderwijs is minder koppijn op dit moment. En sportactiviteit, et cetera. Hiermee geven we ook aan dat we niet alleen kijken naar beheersing van de COVID. Maar tegelijkertijd, dus zoals u dat gezegd heeft, die balans moet er zijn. Want naarmate je meer bedrijven sluit... krijg je ook minder inkomsten bij bedrijven en bij de werknemers. Maar de staat krijgt een extra druk. En wij hebben een COVID-fonds, dus dat is ook als opdracht meegegeven. Jullie moeten starten met de registratie. Bij sociale zaken is er een registratiesysteem. Bij economische zaken moet er een registratiesysteem komen. Uiteindelijk moet er een registratie komen, namelijk alle personen, bedrijven en organisaties die slachtoffer worden van de beleidsmaatregelen. We zijn bezig met IMF om wat fondsen te krijgen voor COVID. We zijn bezig met IDB en Wereldbank om wat COVID-fondsen te krijgen. De minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken is vandaag vertrokken richting Nederland en hoog op de agenda staat, namelijk samenwerken met Nederland op het gebied van bijstand naar Suriname om COVID te beheersen in Suriname. Maandag heb ik een staatshoofdenconferentie gehad met de CARICOM-staatshoofden via de Zoom. En nu is onderweg via Barbados een enorme hoeveelheid aan COVID-beschermingsmiddelen, de PPE, zoals we dat noemen, gekomen vanuit de Verenigde Arabische Emiraten, centraal daar geplaatst. En vanuit Barbados wordt het gedistribueerd door de CEDEMA, dat is de regionale rampenbestrijdingsunit. En tegelijkertijd komen er goederen van het CARICOM-secretariaat, ook voor Suriname. Dit is wat we doen, om te zorgen dat er hier voldoende middelen zijn om COVID te kunnen beheersen. Nationaal hebben we alle equipment nu, nationaal hebben we voldoende testmateriaal, nationaal hebben we voldoende faciliteiten. Wat er nu is, dat we een capaciteitsprobleem krijgen. Die dingen raken vol. En daarom moesten we ernstige maatregelen gaan treffen, want die maatregelen zijn inmiddels al bekendgemaakt in de verschillende media. Ja. President Chan Santokki praten we mee vandaag in Rashid Pierkans Kaladjorkul. President, met alle maatregelen die getroffen worden ter voorkoming van verdere besmetting van COVID-19, dan houdt de minister of het COVID-team houdt wel geregeld informatiesessies met het publiek. Maar ik merk dat die informatie, dat is van mijn mening, dat die informatiesessie niet genoeg is in communicatie naar die grassroots toe. Hoe gaan jullie doen om die boodschap bij die grassroots terug te brengen? Ja, dat was een heel belangrijk onderwerp bij de bespreking van het onderwerp in de Raad van Ministers vandaag. Daarbij is niet gesproken over voorlichting. Want voorlichting is one-way stream. Is top-down.
Is eenrichtingsverkeer? Nee. We willen interactie met de samenleving. We willen communicatie met de samenleving. Niet alleen vanuit de regering. En ik heb ook opgeroepen, laat het komen vanuit de sociaal-maatschappelijke leiders. Kerkelijke leiders, religieuze leiders, sportleiders, schoolleiders, jongere leiders. Ik heb ook opdracht gegeven, laten we role models gaan zoeken in de samenleving. Laat zij ook met de oproep komen. Laten we dat doen in alle talen. In alle talen die begrijpelijk is voor onze grassroots mensen, voor onze structuren, voor onze districten. Dat iedereen de informatie in de begrijpelijke taal krijgt. Maar ook, los van de begrijpelijke taal, Farid, leg de mensen ook uit waarom zo'n maatregel. Want ze begrijpen die maatregel, ze kennen Nederland. Maar soms begrijpen ze niet. Maar sande mim kis van boete. Sande mino magde om 8 euro. Of sande mino magde om 9 euro. En sana asan fu a mondkapje. Dat mika len wa mondkapje fu an trawang. Wat voor soort mondkapje moeten we hebben? Of mag je gewoon een zakdoek? Dus al deze dingen moeten goed uitgelegd worden aan de samenleving. Ja, de samenleving heeft recht op informatie. Maar president, u beschikt, of het land beschikt, ook over een bataljon van DR en RR-lieden verspreid over het hele land. Gaat u deze mensen ook inzetten? Die opdracht is goed gegeven. Die RR en DR-mensen moeten ook gebruikt worden. 1. Met training, een stukje controletaak aan hun te geven. Want als personen geïsoleerd worden, dan moeten ze daar blijven. Ze moeten niet weggaan. Wel, de politie kan niet overal zijn. Gebruik ze RR. Gebruik die RR en DR. Tweede is namelijk die armoede die ontstaan is. Daar moeten de mensen pakketten krijgen. Nou, zij zijn de mensen die precies weten wie waar, welke leeftijd, welke ouderen, welke personen met een beperking zijn, die geholpen moeten worden. Die opdracht is een raad van minister ook gegeven aan de onderraad armoedebeheersing. Ja, dus die RR's gaan allemaal ingezet worden in hun container waar ze opereren. Want zij kennen hun gebied beter. Precies. Want ze wonen daar. En ik heb in ieder geval Zoom-conferentie gehad met in ieder geval de VHP, RR en DR. Die hebben een heleboel. En ik heb ze ook opgeroepen. Gaat u in uw woonwijk een kantoor openen. Met spreekuur. Laat die mensen daar komen. Luister naar een boodschap. Stuur die verslagen op naar de DNA. Stuur die verslagen op naar de president of naar de minister. Maar ze moeten actiever gaan werken. Ze moeten allemaal ingezet worden om die crisis te beheersen. Ze moeten allemaal ingezet worden om die COVID te gaan beheersen. Rashid Pierkans, Kalajorkal. Daar luistert u en kijkt u naar. We praten met president Chan Santokki. Voor het laatst toen ik Chandrika Prasad Santokki had in Kalajorkal, dat was 23 mei. Dat was 2 dagen voor de verkiezingen van 25 mei en daarna ging hij er vandoor met de overwinning. En vandaag heb ik hem hier, 3 dagen na zijn inauguratie als president in Rashid Pierkans Kalajorkal. President Santokki. Laten we naar een ander groter probleem, hoewel mensenlevens altijd belangrijker is dan materiële problemen. Maar voor ik daarop inga, heb ik even weer een beller en ik ga die gelegenheid geven. Goedenavond, u bent in de uitzending. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, goedenavond ook. Ik heb een vraag voor de president. Gaat u gang. Goedendag, president. Zoals u weet is goud een van onze hoofdinkomsten dat nog een beetje geld opbrengt. Hoe denkt u dat we hiermee meer geld kunnen verdienen? En ik heb dan nog 1 vraag. En wat denkt u verder te doen als president met de Scalians? We weten allemaal dat de vorige regering een puinhoop hiervan heeft gemaakt. Ik wil concreet van u weten hoe de regering van Santokki Brunswijk dit probleem daadkrachtig zal aanpakken. Oké, dankjewel. Ik wil even wat bijvoegen, want we gaan een beetje aansteken naar het economisch gedeelte. Die dame heeft een startschot voor geven. Maar de inkomsten van de staat heeft geen 1000 vormen van inkomsten. Ja. Dat zijn de belastingen en er zijn wat bedrijven die nog wat met moeite exporteren, maar de main core, daar zit goud in. En wat olie aangaat, dat is wel in het verschiet, maar dat is niet morgen. Dus wat gaat u doen met die krappe inkomsten? Ja, dus laat me dat ook dan mededelen aan de kijkers en luisteraars. We hebben sinds vorige week woensdag een financieel crisisteam binnen de regering. Getrokken door de minister van Financiën met nog meerdere ministers. Daarin gaan nog externe deskundigen bij komen. En daar hebben we een team om de crisis te beheersen. En daarbij hebben we dan een pakket aan maatregelen reeds voorbereid.
om één inkomsten te verruimen, inkomsten te vergroten, maar tegelijkertijd om je uitgaven te gaan beperken, bezuinigen. We hebben daarbij gekeken naar klassieke bronnen, dus bestaande bronnen, zoals fiscale maatregelen, dat ding van solidariteitsheffing. En we hebben gezegd, we hebben geluisterd naar de samenleving, we hebben geluisterd naar de vakbonden. En het blijkt namelijk dat door die inflatorenwerking van onze economie, die doorwerkt naar ons salarissysteem, een hele grote groep terechtgekomen is in die topklasse van inkomsten, verdieners. Dus wij zeggen, hey, dat was niet de bedoeling. En daarop hebben die vakbonden ons ook gewezen. Breng eerst nadere differentiatie in je belastingsschijven. Dan zie je misschien 8, 9, 10. Dan zie je wie die topverdieners zijn. En dan pas kan je in goed overleg daar een solidariteitsheffing gaan plegen. Ja. Maar daarvoor moet eerst die verandering bij die belastingdienst komen. We hebben direct een projectteam samengesteld als regering. Een coördinator. Een fiscaal jurist hebben we daar geplaatst om te komen zo snel mogelijk met een nieuwe indeling van die belastingsschijven. Oké, want die mensen maakten zich al zorgen dat zelf die man met minimumloon meer zou moeten doen. Dus dat gaat niet meer gebeuren. Die lage schijven, daar gaan we het nog lager brengen, zodat ze minder belasting gaan betalen. Maar we hebben daar nog zoveel andere maatregelen, zoals government take. Zoals ook namelijk grondconversie. Dat we grond kunnen verkopen, grond u erfpacht, dat je daarvoor zekerheid krijgt in de vorm van eigendom en de staat verdient wat ook. Het pakket van maatregelen is heel ruim, heel breed. Een paar zijn al goedgekeurd in de Raad van Ministers. Maar wij hebben toen de vakbonden uitgenodigd, alle vakbonden. En het bedrijfsleven. En uiteindelijk is overeengekomen. Iedereen is ermee eens dat die crisis aangepakt zal moeten worden. Maar het voorstel is, laten we samen kijken als drie partijen in een tripartiet overleg naar een gemeenschappelijk pakket van maatregelen. Dat wij rond 15 september moeten hebben. Dan kunnen we dit aan het parlement presenteren. Maar wanneer u naar die fase overgaat, een samenhangend pakket van maatregelen, welke natuurlijk gepaard gaat gaan met uitleg, voortrekening, etc., gaat u ook eventueel naar financiële mogelijkheden van derden buiten Suriname, donoren, instituten? Ja, laat me dit even snel afronden. Uiteraard, de minister zoekt ook salaris. Gelden. Want er is geen salarisgeld. Dus hij heeft voorgesteld, laten we alvast kijken naar de mogelijkheid van die government team. Ik heb hem gevraagd, ga dat goed voorbereiden, ga goed communiceren, kom met een goed plan, ga met die samenleving communiceren. Maar hij is gisteren gecrashed. Nee. Er was plotseling een bekendmaking en het is plotseling waarom heeft het gelegen? Zo werk ik niet. Daarom. Ik werk met een goede communicatieplan. Prima. Ik wil die samenleving niet laten verrassen. Oké. Communiceer met die samenleving, leg uit, kom met cijfers, samenleving. In deze diepe crisis zitten we. Kijkt u naar deze cijfers. En die cijfers zijn er. Van, je krijgt kippenvel van als je er naar kijkt. We gaan ze presenteren aan die samenleving. En we gaan die samenleving vragen. Niet naar een doelgroep. Niet naar een speciale inkomensklasse. Iedereen. En uiteraard met COVID gaat men minder rijden. Zullen de kosten ook minder zijn. Maar de staat gaat ook minder verdienen. Exactly. Maar we gaan ook aangeven deze periode maar. Misschien 3 maanden, 4 maanden, 5 maanden, 6 maanden. Dus dat wordt goed voorbereid door de minister van Financiën en de minister van Handel en Industrie. Ze komen binnenkort in de media. En het wordt goed op een correcte, op een ordentelijke wijze uitgevoerd naar de samenleving. Dat is nationaal. Praten we met de banken, praten we met de governor om de crisis hier te gaan beheersen. Praten we met zoveel andere organisaties, oliemaatschappijen, etc. Heel wat bedrijven die enorm schuld hebben bij de staat. We gaan ze allemaal benaderen om oplossingen te zoeken. Internationaal praten we met de IMF, IDB en de World Bank. Op technisch niveau om een pakket van maatregelen daar ook gepresenteerd te krijgen om in onze schuldpositie te saneren. In herstructurering, in herprofilering, nieuwe aflossingstermijnen, nieuwe voorwaarden, dat is in feite de agenda op technisch niveau. Oké, want mensen zijn vergeten dat je los van min of meer een lege kas hebt overgenomen, je hebt ook een stapel schulden op je mee gehad. Ja. En die schulden moeten betaald worden. Ja. Totaal bijna $3 miljard. En daarmee zijn jullie bezig naar herprofilering, herschikking van. Ja. En wat gaat dat min of meer kunnen inhouden? Oké. Kijk, we hebben nu een schuld van $550 miljoen Oppenheimer 1 lening, waarvoor we ongeveer $50 miljoen rente betalen per jaar. Dan hebben we die Oppenheimer 2 lening, dat is die $125 miljoen Afu Bakadam lening. Daarvoor betalen we ongeveer 13% rente per jaar. Dus alleen deze twee leningen betalen we ongeveer 67
miljoen US dollar per jaar aan rente alleen. Nou, hier is de grote kans. Als we met goed overleg, wat we nu aan het voeren zijn, met private kapitaalgroepen, maar ook voor wat betreft internationale instituten en bankaire instituten, dat we dit kunnen laten afkopen. Mm. En dit geld weer terug kunnen krijgen voor 3%, 4%. Dus u betekent van, hey, kijk, die schuld, we kopen het af, en we, zodat we wat zuurstof hebben met andere mensen die ons hebben geleend. Exactly. Want je gaat het lenen en in Europa krijgt men 0% nu. Oké, maar is dat plan, is er al? Want het plan heb ik van u ook in de verkiezing gehoord. Ja, men werkt eraan. Ja. Men werkt eraan. En laat me direct ook aangeven, dingen als olie en dergelijke. Ja, inderdaad krijg je het geld pas na de exploitatie, daar in 2024 en verder. Maar als je goed beleid voert, en dat is nu eigenlijk de inzichten op de internationaal kapitaalmarktniveau. Als je nu een goed beleid ontwikkelt, of het nou obligaties is, of nou andere vormen van zekerheden zijn, en goed beleid ontwikkelt, dat je op front een x-bedrag kan krijgen. Hmm. En daar je aandelen kan kopen, of obligaties kan kopen. Dus obligaties uitzetten. Precies, en je geld nu kan krijgen. Maar tegen staatsdekking. Precies, maar het kan, het dekken, ja, olie daar. Oké, dus die collateral is die olie. Olie, ja, en die gaat er zijn. En dat is, Want Suriname heeft een aandeel erin. Juist, en dat is in 20 jaar tijd. In 20 jaar tijd heeft staatsolie voor ons berekend. Is het ongeveer 50 miljard US dollar. Die dekking. Ja, dat is het geld. Dat is die waarde. Ja, bij drie boringen alleen. Ja. Bij drie boringen alleen. Waarbij die laatste boring de hoeveelheid veel groter is dan die van Lisa van Guyana. Begrijp je? Oké, dus ik begrijp het idee. Ik wil het even naar die mensen uitleggen. Jullie hebben de bedoeling. En je luistert, jongens. We hebben olie. Dat is die dekking van jullie obligatie die we gaan uitzetten. Ja, dus UNAF had die idee dat de centrale bank niet heeft. Maar die olie zit daar. Want die is jullie dekking. Ja. Oké. Dat gaan we samen doen met staatsolie. Mm. Want staatsolie is de autoriteit. Er is een petroleumwet die staatsolie alle autoriteiten geeft. Daarom moeten we eerst het bestuur... Maar begin met hoeveel rente gaan jullie geven? Het is afval, dat moet door deskundigen berekend worden. Maar staatsolie had bij hun uitzetting drie keer of vier keer hadden ze een leuke rente gegeven. Ja, maar wij gaan in ieder geval Surinamers de eerste kans geven. Laat Surinamers alvast beginnen te kopen. Je hebt $1,000, buy one tien aandelen. Er zijn kapitaalkrachtige groepen in Suriname ook. Mm. Dan kan je gaan naar je diaspora gemeenschap. Laat Surinamers mee profiteren maar, van die olie. Maar kunnen jullie geen kleine coupeurs maken van 50, 25? Dan moet je ze hebben. Buy one $25 coupeur toch? We zijn in een fase van idee. Je gaat dit door moeten bespreken met de leiding van de staatsolie, met internationale deskundigen, zoals dat ook gebruikelijk is. En dan gaan we het bekendmaken aan de samenleving zover is. Waarom? Dan los je jouw financiële crisis met jouw eigen mogelijkheden, zonder dat je in die portemonnee van die burger komt. Ja, want je gaat hem toch later betalen. Juist, en dan neem ik direct die vraag van die mevrouw. Mm-hmm. Goud is meer dan $2,000 per troy ons nu op dit moment. Nou, in de Raad van Ministers is de opdracht al gegeven dat er een team komt van ministers dat zo snel mogelijk alle maatregelen gaat voorbereiden voor een beetje betere ordening, maar ook voor wat betreft het snel innen van geld uit die sector. Dat er geld, als goud opgekocht wordt en richting buitenland gaat, laat er x% gestort worden daar bij de centrale bank. Maar nu zijn er een heleboel tussenschakels waar mensen betalen. Mm-hmm. Nou, die tussenschakels moeten weg. Betaal één keer daar bij de centrale bank. En nou, voor de small scale gold miner en voor de opkoper gaat dat meer voordelen opleveren dat je niet aan x aantal personen moet betalen. Okay, voor wat, dat weet ik niet. Die tussenschakel eruit. Weet, en kom bij de centrale bank betalen. Mm-hmm. En dan hebben we inkomsten daar zo. Ook mensen die goudconcessies hebben, ook daar moet je goede afspraken maken om die rechten te gaan vergroten. Maar die mensen moeten die staat vertrouwen, hè? Ja. Want daarom gaan ze in die sideline. Ja, dus kijk, je moet die maatregel van de staat treffen. Die opdracht is reeds gegeven. En we hebben een paar presentaties gehad van het bedrijfsleven. En het leuke is dat voor het bedrijfsleven van Suriname VSB gratis expertise ter beschikking gesteld heeft aan Suriname, aan de Surinaamse regering, om dit plan mooi uit te werken. Die presentatie hebben we al gehad met een team van deskundigen dat zit in de Raad van Ministers belast met die ordening van die goudsector. Maar tegelijkertijd, we moeten ook kijken naar die scalian zoals die mevrouw die vraag gesteld heeft. We gaan een beleid ontwikkelen. Quick, vrij goud winnen. De moderne technologie is daar. Alternatieve methoden van goud winnen is daar, zonder dat je milieu hoeft te vervuilen. Mm. Wij hebben opgenomen in ons regeerprogramma het reguleren van die goudsector. Mm. Laat in ieder geval de
winnen van de exploitatie van goud, niet leiden tot milieuschade. Niet leiden tot schade aan de leefgemeenschappen daar zo. Niet bedreigen, reguleren, ordenen, zodat we geld kunnen verdienen uit die sector, zodat er werkgelegenheid ontstaat. En dingen als Kalians en dergelijke, die zullen allemaal onderworpen worden aan evaluatie. Maar geen enkel instrument van goudwinning zal bedreigend moeten zijn naar milieu, naar de leefgemeenschap toe. En dat is ons beleid. En we gaan dat samen doen met die sector. Dat is in feite het besluit wat we genomen hebben. Dames en heren luisteraars, u luistert naar Rashid Pirkans Kala Jorkal. Wij praten met president Chandrika Prasad Chan Santokhi vandaag in deze aflevering. Ik spring een beetje van links naar rechts in die onderwerpen. Oké, we hebben eerst weer een beller aan de lijn. Gaan we even de gelegenheid geven. Goedenavond, u bent in de uitzending. Hallo, goedenavond. Ja. Goedenavond, meneer Santokhi. Goedenavond. Nogmaals gefeliciteerd met het winnen van de afgelopen verkiezingen. Mijn vraag is omtrent de werkloosheid onder de jongeren. Wij studenten doen erg hard ons best om verder te studeren, om een goede baan te krijgen en een betere toekomst voor onszelf te creëren. En nu dat het zo slecht gaat met onze economie, zijn we niet in staat dit te doen. Omdat er geen banen zijn. En al helemaal geen banen die op één lijn zijn met de educatie die we krijgen. Wat is uw visie voor deze groep van de samenleving? En heeft u hier al een plan van aanpak voor in gedachten? Oké, dankjewel. Banen, COVID-tijd, we zien dat de economie gedowngrade is. Mm-hmm. Niet alleen door de economie die al gedowngrade was voor COVID was de economie al gedowngrade. COVID is on top of it gekomen. Banen, hè? Ja, kijk, uiteraard is er een plan uitgewerkt in ons regeerprogramma 2020-2025. COVID zorgt voor een extra bedreiging voor onze werkgelegenheid. De minister van Arbeid heeft de opdracht gehad om dat plan verder uit te werken, samen met het ministerie van Economische Zaken. Maar hier zijn de speerpunten. Er komt een databank. Een databank waar alle personen zich kunnen registreren. Maar er komt ook een databank van alle ambtenaren. Die we ook met goed overleg, met goede communicatie en goede mogelijkheden ook faciliteiten moeten bieden om te gaan naar die private sector. En nu ga ik een paar voorbeelden aanhalen. 1. Als we die investeerders gaan aantrekken, zal het prioriteit van de regering zijn om met die investeerders te praten, om gebruik te maken van de databank van al die mensen die op dit moment zich hebben laten registreren, die geen werk hebben, maar tegelijkertijd die ambtenaren die we kunnen inzetten in die private sector. Nu al bijvoorbeeld als het bedrijfsleven bereid is mee te werken, kunnen we het bedrijven nu al afspreken van luister, ik heb ambtenaren hier zo, er zijn zoveel ambtenaren in dienst genomen, in Abrokogi dingen, kan je deze mensen alvast gebruiken om die productie daar bij jou op gang te brengen. Maar waarom zou het bedrijfsleven dat moeten doen? Ga je wel belastingkorting geven? Of weet ik, 50 man? Nee, kijk, ja. omdat we nu salaris betalen voor hun, dan kunnen we met bedrijfsleven afspreken, betaal jij de helft, en dan betaal ik de helft. Prima, dus de helft van jou weg en de helft prima. Precies. Dat is het ook een verlichting voor die staat. Mooi zo. Een ander plan is, wat heel in detail is uitgewerkt, ook tegen de achtergrond van COVID is het een heel mooi plan. En ik heb het gepresenteerd gekregen van een paar diaspora artsen die ons bijstaan hierbij. Is namelijk bevorder jouw healthy lifestyle. Breng in elke week een unit healthy lifestyle. Nu is bijvoorbeeld de gezondheidskosten 80% is curatieve zorg. Dat wil zeggen behandeling. Is 80%. En 20% gaat daarnaar aan die preventieve, noem maar op. Draai het nu om. Laat 80% preventieve zorg zijn in je gezondheidsbeleid. En het gaat je minder kosten. Waarom? Omdat je die mensen begeleidt in die verschillende buurten met healthy lifestyle. Met goede voeding. Met goede voorlichting. Met wandelploegen. Met trimploegen. Noem maar op. Wie kunnen we voor die gezondheidsunits gebruiken? Nou, mensen die geen werk hebben. Ambtenaren, jullie hebben geen werk nu, kom ik ga jullie trainen. In jullie weken gaan jullie deze mensen begeleiden. Het gaat zich terugverdienen, want die kosten van gezondheid, dat zoveel miljoenen is, gaat direct drastisch afnemen, omdat we een gezonder mens gaan hebben, een gezonde burger gaan hebben. Want je hebt een overschot aan ambtenaren, dat is bekend. Je hebt wat extra gehad die je niet wilde, maar je hebt dat ook cadeau gehad. Dus je zegt van, luister mensen, ik ben niet rigoureus, ik ben niet die boze man en die boeman, maar probeer even om te bouwen en te reshapen. Exactly, er wordt healthy lifestyle medewerker. En tenminste doe je iets ook dat goed is. Exactly.
Dus de man afreden je jagi. Nee, en dan bespaar ik een heleboel bij volksgezondheid. Correct. Maar dat gaat ook in samenspraak met die vakbonden moeten gebeuren. Hè? Want die vakbonden moeten weten dat je dit gaat doen. Ja. Okay. Er zijn een paar modaliteiten, maar nogmaals. Dus de man naar Spanje, wat kan dan wat kap, mens? Nee. Van deze tijd was altijd een heksenjacht. Heksenjacht, ja. Maar bij elkaar is een kutlies, toch? Tjan Prister, Tjan Loep met een kutlies. Dus dat is niet waar. Je gaat met die mensen praten en zeggen: kijk, we proberen je ergens anders in te zetten dat je toch dienstbaar bent. Natuurlijk, dat is ons beleid. We nodigen die mensen uit. Uw microfoon is uit. Ja, ga je. Ja, dat is ons beleid. We nodigen die mensen uit. We praten met hun. Uiteraard zeggen we die mensen ook. Je moet ons ook niet frustreren in ons beleid. Mm-hmm. Begrijp je? Ja. Dus dat is die goede communicatie. Prima. Dus de name of the game wat ik merk tot nu toe, sinds we praten en ook voor de verkiezingen heb ik gemerkt, het komt erop neer communicatie. Communicatie met de burger, communicatie binnen de overheid, communicatie met de diverse sectoren. Dus dat is een belangrijke schakel. Kijk, Farid. Ik ben gekomen op het kabinet van de president. Ik heb iedereen uitgenodigd. Komen jullie werken? Ik zie ze nog niet. Ik werk met mijn eigen team. Niemand wordt betaald zonder salaris. Heb ik een team van medewerkers daar. First Lady zet ik ook in. Dag en nacht. Neem de stukken door voor me. Corrigeer alles voor me. Dat ik goede stukken krijg. Team van adviseurs heb ik. Niemand wordt betaald. Ja, meneer Farid is er ook bij. Als een mediadeskundige. We hebben goede mediadeskundigen nodig om een goed mediabeleid te hebben. Iedereen doet het. Om één belangrijke missie, laten we het land uit de crisis halen. En je moet beginnen met de instituten die er zijn. Je moet beginnen alvast die basics in place te brengen. Daarmee zijn we bezig. Dus nogmaals, we nodigen die mensen uit. Maar even in een kom. En als ik bezig ben met een beleid, dan is er een grappenmaker daar bij SPSB bezig. Gelden weg te sluizen. Gelden bestemd voor die ambtenaren salaris. Daar ben ik niet gekomen. Om op heksen te jagen. Maar zo'n heks laat ik direct aanpakken door de procureur-generaal. Ja. Begrijp je? Dus die mensen moeten je geen aanleiding geven. Oké, want je bent pas 30 dagen plus. Dat betekent er zijn nog een heleboel mensen in dat systeem die al 10 jaar zitten. Ja. Goede mensen en mogelijk wat minder goede mensen. Maar je hebt over het algemeen veel meer goede mensen. Is het nog een cultuuromslag voor die minder goede mensen om te zeggen: hey, there is a new boss here? Ja, ik denk dat je hun ook die ruimte moet geven. Ga die mensen niet dwingen om voor jou te werken als een andere politieke kleur, andere politieke ideologie hebben, of kan het een lobby? Waar we elders werken. Maar in ons dona osso, Farid. In ons dona osso. En je take up money voor volle. Je gaat werken. Chandrika Persat praten we mee. De president van de Republiek Suriname vandaag in Rashid Pierkans, Kul Ajor Kul. We gaan even een korte break nemen. Ook al is het de president, we gaan die break nemen zoals gebruikt in Kul Ajor Kul. Ik ben straks weer terug met meer. Dames en heren luisteraars, welkom terug tot gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkans, Kul Ajor Kul. Dit is de aflevering voor woensdag 19 augustus 2020. Gisteren, vandaag en morgen wordt uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname. Mijn naam is Farid Pierkan, ik ben uw presentator. En mijn gast vandaag is president Chandrika Persat Santokhi. President Santokhi, we gaan door in Kul Ajor Kul. Een bosding deze week in dit land. Salama betakatori. Alama betakatori. Zijf salanga yunanga Ronnie. Wat gebeurt er met jou en Ronnie eigenlijk? Want, daar weet je. VP. Ja, ik bedoel met respect, maar je weet wat ik bedoel. Met respect, vicepresident Ronnie Brunswijk. Want dan hoorden we Nerkus Negwe. En dat horen Nerkus Egwe. En dan horen we ook weer geluiden van de niet gewenste RVC-leden. Laten we dat zo noemen, de niet gewenste. Vertel ons die tori. Farid, if you want grabatori, dan moet je teruggaan naar de vorming van deze coalitie. Deze coalitie is gevormd op basis van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2020 met twee partijen die de verkiezingen hadden gewonnen. VHP, ABOP. We hebben ook onze partners uitgenodigd, NPS, Partijen. En vanaf dag 1 zijn we begonnen te praten over samenstelling van de regering. Topregering, top DNA, zo is die verdeling. Kabinet ministeries, zo is die verdeling. VHP dit, ABOP dat, NPS, Partijen. En we zijn begonnen te besturen. Maar toen zag je dat je het land moeilijk kon besturen alleen met kabinet.
Je moet die sector ook besturen. En terwijl je daar zit als regering, zijn er bepaalde sectoren waar parastatale organisaties bezig zijn, allerlei dingen uit te halen in strijd met het regeerbeleid van ons. Dus we hebben toen gezegd, we gaan nu ook starten die sectoren, met name de meest belangrijke sectoren, alvast over te nemen. En ook daar worden afspraken gemaakt. Dit is namelijk een parastataal bedrijf met zo'n rechtsvorm, soms NV, soms een stichting, soms een raad van toezicht, soms een raad van bestuur, soms allerlei dingen. Conform de statutaire bepaling, conform de wettelijke regelingen die in acht moet nemen om die besturen te gaan veranderen. En ook daar worden afspraken gemaakt. Positie die is van VHP, positie dat is van ABBA, positie dit is van NPS, Partijlo. Dat wordt afgesproken. Zo is het ook afgesproken met zeker op dit moment al meer dan 15. En zo hebben die partijen ingevuld. De VHP heeft het correct ingevuld. Met één de voordrachten die we krijgen vanuit onze structuren. We hebben ook sponsoren gehad. Ook die sponsoren hebben voordrachten. Mijn taak is om te zorgen dat er diversiteit is. Orange beweging moet zichtbaar zijn van de VHP als we die kandidaten hebben. En uiteraard hebben een goede understanding met de NPS, dat we ook NPS daarbij moeten accommoderen. De ABOP vult haar eigen positie in. En dat is ook gebeurd. Maar wat is afgelopen jaren gebeurd, is namelijk dat het kabinet van de vicepresident, met name de vicepresident, belast is geworden met de parastatale coördinatie. Dat is gebeurd, denk ik, vanaf het aantreden van vicepresident Amerali. Is dat denk ik daar gekomen. Die coördinatie. Ja, want hij zat ook aan namens de vorige regering in die RVM. Dus ja. Hij was geen lid van de RVM, maar hij was de vertegenwoordiger van, van de staat. Oké. Anyhow, zo is dat ding begonnen. En wij hebben gekeken. Wat ik gedaan heb, ik heb de vicepresident namelijk mandaat gegeven voor wat betreft die bemensing van die raden. Ik ga niet allemaal als president doen, dat moet hij doen. Uiteraard zijn er ook een paar belangrijke dingen die ik als president zelf ga aansturen. Dingen als Staatsolie zijn belangrijke organisaties, ook met betrekking tot de positionering van de toekomst van het land als het gaat om de productie van olie en gas. Dus daar zijn die voordrachten geweest. En uiteraard zijn er bepaalde posities die toebehoorden aan de ABOP. Daar heeft de vicepresident beslist dat er bepaalde personen van vorig bestuur nog konden aanblijven. Om hun moverende redenen. Sommigen hadden voor 3 maanden aangegeven. Sommigen hadden voor nog een paar weken aangegeven. En noem maar op. Nou, dat heeft geleid tot heel wat consternaties, beroering en dergelijke. Ik heb een goed gesprek gehad met de vicepresident erover afgelopen maandag. Maar nu die mensen al officieel goedgekeurd zijn, moet je weer een AFA houden. Een algemene aandeelhoudersvergadering. Moet je dat weer gaan doen? Dus ik heb gezegd, doe het deze week. Praat met die mensen, hou ze voor. Namelijk dat deze de gevoelens zijn van de samenleving. En laat ze terugtreden. Weet je, als ze daar als adviseur of wat dan ook verder willen, laat dat aan het bestuur over. Maar wij als regering hebben verantwoordelijkheid. En dat hebben we beloofd, dat die mensen dan terugtreden. Dat is voor wat betreft ruis wat ontstaan was hier omtrent. Ja, want er is veel ruis, hè? Ja. Dan had je plotseling dat ding van die stresscommissarissen. Farid, we hebben gezegd, we willen niet alleen land besturen door alleen die parastatale bedrijven over te nemen met bestuur, om die sectoren te gaan besturen. Terwijl je bezig bent, zijn er mensen die daar bij die stresscommissariaten, die zich aanmelden. Er worden nog mensen in dienst genomen. We hebben gezegd, nee, we moeten onmiddellijk ingrijpen. Alle DC's gaan we vervangen. Anders bestuur je het land, maar je bestuurt het niet op regionaal niveau. Daar zijn andere regeerders. Dus we hebben beslist onmiddellijk vervangen. Voor alle DC's hebben we een proces ingezet. Kabinet, president, ministerie van RO, procureur-generaal, antecedenten, milieuonderzoek. Uiteindelijk hebben we beslist, deze zijn de DC's. Die door mij benoemd zijn en beëdigd zijn voor het totale grondgebied van Suriname. Alle bestaande DC's die zijn nog steeds op hun post. Daar is er afspraak gemaakt met de vicepresident, namelijk dat deze DC's die nu benoemd zijn, getraind gaan worden. Twee gewezen DC's, Landbrug en de heer Djawan, zijn aangewezen. Train ze met de basics.
Dan gaan ze vervolgtraining krijgen en installeren. En wie installeert? De minister van ruimtelijke ordening, regionale ontwikkeling en sport, ROS. Right. Dat moet gaan gebeuren. En ik vraag aan de vicepresident van luister, maar hoe is dat ruis ontstaan met betrekking tot... Ja, want er is een ruis ontstaan. Hij heeft duidelijk aan... Er waren 18 DC's, maar men had het over primair 1. Hoe is die ruis ontstaan? Nee, in feite is niemand... Iedereen is op zijn plaats. Ja, dus daarom. Iedereen is op zijn plaats, ja. Maar men is één gaan lichten. En om daarover te praten. Ja, dus nou, dat ben ik gaan onderzoeken. En dat overleg is ook maandag geweest, waarbij de vicepresident inderdaad gezegd heeft dat er bij hem een verzoek was om even 3 maanden nog te kunnen aanblijven. En dat had hij besproken met de minister van ROS. Regionale ontwikkeling en sport. Ik moet ook een beetje... Ja, ROS, met die nieuwe naam. Gewend raken aan die nieuwe naam, ROS. Maar er was geen besluit genomen, zegt hij. Okay. Dus daardoor is het ontstaan. Mm-hmm. Vermoedelijk heeft de minister ergens ook dan gezegd dat hij zou blijven. Maar goed, besluit is alle ministers, alle DC's, die worden te zijner tijd, ik denk over een week, allemaal... Dus het is een transformatieproces. Ja, ontlast. Er wordt een datum en tijdsperiode afgesproken waarbij op een goede wijze de overdracht gaat plaatsvinden. En al die DC's die komen ter beschikking van de minister van regionale ontwikkeling en sport. En vandaar kunnen we kijken welke DC belangstelling heeft om naar een ander ministerie te gaan. Want ze gaan niet thuis zitten, ze moeten werken. Correct. Dus anders in te zetten. Ja, dat is geweest. Prima, dus heb je het verhaal gehoord, want dat was even zwaar deze week. Het ging primair, de buzzword was RVC, buzzword was DC, dat waren die twee buzzwoorden deze week. Ja. Dus al het COVID-verhalen van heden en dagen heen. Dus ik hoop dat dat ook duidelijk is, ook een beetje duidelijker voor mij geworden, om het aan die mensen een vertaalslag te geven van wat er nu precies aan de hand is geweest. Dus al bij al, er komt een nice gesprek. Met de niet tussen aanhaling en sluittekens niet gewenste RVC's, er komen AVA's en men gaat op een diplomatieke manier om met die zaak. Ja. Oké. Okay. Kala Jarkal, met Santokki praten wij, pardon, ik moet ook een beetje weer wennen. President Chan Santokki, daar praten we mee. Mensen zeggen, ze moeten meer belasting betalen. Ik heb het over die solidariteitsheffing. Dat heb je al uitgelegd, waarom. Mensen gaan straks horen, it's just a matter of time, want je had het ook al eerder bekendgemaakt. Het is in principe geen verrassing. Government take gaat omhoog. Maar aan de andere kant zegt die burger, ja, maar ik wil ook goodwill van die government. Die goodwill is, er is zoveel slecht gegaan. Mensen hebben geen geduld om te wachten, want het lijkt alsof je al een jaar zit, zoals ik heb gezegd. Die corruptiebestrijding is een paswoord, het hangt bij die bevolking. Ze willen betalen. Dat gevoel heb ik ook. Ja. Maar ze zeggen, maar zelfs aan de tramang. Dus nog een keer, want ik heb het je al een keer gevraagd. Ja, die mensen zeggen, ik zou willen goed willen. Ja. Kijk, Farid, het verschil ligt hierin. De regering is niet die opsporingsautoriteit. De regering is niet die rechterlijke autoriteit. Maar de regering is beleidsmatig wel verantwoordelijk voor die aanpak van de corruptie, zoals we dat gezegd hebben. En daar moet er goed overleg zijn met de rechterlijke macht, met name de procureur-generaal, waar die verantwoordelijkheden liggen. En dat is precies wat ik in het overleg gehad heb met de procureur-generaal en ook met de waarnemend president van het Hof. Namelijk, waar er gaps zijn bij hun, waar er zwakte zijn, waar er tekort is. Maar vergeet u niet, het is dezelfde procureur-generaal die zich vaker beklaagd had dat hij corruptie wil onderzoeken, maar hij krijgt die informatie niet van die regering, die vorige regering. Ja, toen der tijd kwamen er halve kladrapporten naar hem toe en 2 pagina's ontbraken. Oké. We kennen dat. Nu is die situatie veranderd. Dat er een regering is die de procureur-generaal volledig ondersteunt in haar werk, in haar onafhankelijkheid. Mm-hmm. En je ziet dan dat hij progress maakt. Je ziet dan namelijk dat hij nu meer kan doen. Mm-hmm. Je ziet namelijk dat hij ook besluiten kan nemen. Hij heeft nu zijn onafhankelijkheid terug om te kunnen werken. Dat is wat die regering moet doen. Maar ook aan die procureur-generaal vragen. Procureur-generaal, zegt u mij wat u nodig heeft om die corruptie te kunnen onderzoeken. Heeft u internationale bijstand nodig? Dan moet de regering dat voor die procureur-generaal in orde maken.
Dat is wat de regering moet doen. Facilitair ondersteunen. En nogmaals, we hebben dit aan het volk beloofd. We gaan het ook onderzoeken. Maar laat ook de procureur-generaal alle ruimte krijgen om dit te onderzoeken. Oké, ik had de... Ja, u was nog geen president, maar de PG had destijds ook een wens bekendgemaakt, geventileerd, dat hij het graag zag dat het klad ook onder zijn hoede kwam. Want dat is een onderzoeksinstituut meer met die cijfermatigheden. Ja. Oké, hoe kijk je daar tegenaan? Ik denk dat we dit moeten brengen onder de noemer van versterking van instituten. Farid, alle instituten zijn afgezwakt. Corps Politie Suriname is afgezwakt. Er is een integriteitsprobleem bij het Corps Politie Suriname. Dat we met de minister en de vicepresident en de procureur nog deze week gaan bespreken. Dan heb je het Nationaal Leger waar ik ook geweest ben. Ook daar moeten we... Kan je je voorstellen hoe het Nationaal Leger is ingezet afgelopen periode? Dat militairen hun trots verloren hadden. En dat ze naar de werk gingen om als wachter te werken. Als beveiligingsman te werken, om ingezet te worden bij allerlei projecten en particuliere bedrijven waar andere mensen geld gingen verdienen. Ook dat was afgezwakt. Alle instituten waren afgezwakt uitgehaald. Ook klad. Ook rekenkamer. Leest u die verslagen van rekenkamer, Farid? Waar rekenkamer zegt namelijk, we krijgen geen enkele informatie van de regering. Al deze dingen vallen onder versterking van instituten, institutionele versterking. En we gaan het doen, als we internationale bijstand nodig hebben van IDB om het te doen. Belasting zijn we al begonnen, we hebben een managementteam, daar is een belastingdienst te gaan versterken. Dus, helemaal eens, als de procureur-generaal vindt namelijk dat hij klad als een werkarm nodig heeft, maar geen enkel probleem. Maar het moet wel zo zijn dat het een stevige werkarm wordt. President Santokki, daar praten we mee. Chan Santokki, tijdens de verkiezing heb je, als ik me goed kan herinneren, heb je een paar honderd kilometers gelopen door de straten van Paramaribo. En dat heeft je ook een beetje geholpen toen om af te vallen. Maar nu vraagt de bevolking ook zich af, maar wanneer komt Chan weer bij mij? Ja, dus dat was het plan, Farid, dat ik naar de samenleving zou gaan. Ik zit met COVID en nu is er iets anders. Ik heb een heel veiligheidsteam om me heen. En die beschermt de president. Hij mag niet ziek worden. Ja. Hij mag niet besmet worden. Er zijn zoveel protocollen. Ik wil graag weer teruggaan. Nu ik niet kan, wat ik gedaan heb, alvast bij de VHP, de Orange Movement, ben ik met de Zoom begonnen. Met je RRDR, Wanika heb ik al gehad. Je achterman, Komowijnen heb ik al gehad. Paramaribo heb ik al gehad. Zondag zou ik Saramak en Nikeri krijgen. Door communicatieproblemen is dat niet doorgegaan. Maar we gaan alle districten doen. Zoom. Maar niet alleen naar je achterban. Ik zoek nog mogelijkheden om met het volk in contact te zijn. Niet alleen mensen die op die VHP, op die Orange Boy gestemd hebben. En we hebben beslist, onmiddellijk nadat die nieuwe districtscommissarissen geïnstalleerd zijn, en de datum is 25 augustus, dan gaan we daarna naar die verschillende districten. Afhankelijk van COVID. Ja. En dan gaan we naar alle districten en dan gaan we kijken hoe we dat gaan organiseren om met het volk te praten, om met de instituut te praten, om hun noden aan te horen, om hun problemen ook te bezichtigen, hun bedrijven te bezichtigen. Het komt voor je, maar nogmaals, een dringend verzoek aan het volk. Zie niet als ze zijn dat ik na een maand het volk vergeten ben. Nee, ik begrijp je gevoelens. U bent boos, u wil meer. We zien die ondersteuning, we hebben dat vertrouwen van u. Hou het vast. Het gaat goed komen met Suriname. Ik ga terugkomen bij u als president, uw president. En we gaan samen de problemen oplossen met de resortraad, met de districtsraad, met de DNA-leden. Alleen moeten we dat doen overeenkomstig de protocollen van COVID. Kala Jorkal, we praten met Chandrika Persat Santokki, de president van onze republiek. Je bent er president geworden. Het is vandaag een maand plus 3 dagen. Ja. Hoeveel zware stenen zijn nog op je schouders? Want iedere keer moet je een steen kunnen weghalen, toch? Farid, we wisten dat we zwaar zouden krijgen, maar we bidden elke dag. Ik word elke ochtend wakker, heel vroeg, we bidden en we vragen onze schepper om ons kracht te geven om die stenen, die last te dragen voor het volk van Suriname. Tweede is, we trekken dag in. We maken uren, Farid, op kabinet. 1 uur, 2 uur in de ochtend zitten we daar met een vrijwilligersteam Oena op achterstand. En we nemen die maatregelen. We hebben al een commissie geïnstalleerd om te zorgen namelijk dat diaspora kapitaal hier aangetrokken wordt. Minister Busa gaat nu met concrete opdracht daar zo.
We hebben die commissie geïnstalleerd om die goederen te gaan onderzoeken die verdwenen zijn. Die personeelscontracten, die zaken worden allemaal onderzocht. Werkgroep anticorruptie. De man die bezig man, Fuchara wet is kom. De presentiële commissie om te zorgen namelijk dat mensen hun grond in zekerheid kunnen krijgen tegen betaling. Een heel pakket aan maatregelen. Overleg met vakbonden. Dus terwijl we hiermee bezig zijn met Longo snel naar Guyana. Mm. Om daar met je collega. Maar, weet je? Maar gelukkig ben je COVID-free teruggekomen. Want de mandaat is COVID. Klopt. En we hebben heel intensief overleg. En het hele kabinet daar en die minister van Buitenlandse Zaken. Ja, maar we hadden protocollen. Af en toe inderdaad bij fotoshoot hebben we het weggedaan. Maar ook dan heb je dat gedaan. Een goed gesprek gehad met Bolsonaro, president van Brazilië, die me uitgenodigd heeft. En daar is ook een tijdlijn voor uitgezet. Komende weken, misschien eind september, oktober. Om daar een bezoek te brengen. Dan heb ik staatshoofdenconferentie gehad van CARICOM. Er is weer een staatshoofdenconferentie van CARICOM op 10 en 11 september. Ja. Dan moet ik mijn reden houden in de Verenigde Naties. Dat is november. Nee, 1 september. 1 september. En dan moet ik mijn reden houden. Ook via Zoom gaat dat ook gebeuren. Dus voorlopig weer, dank je. Ja. Nou, als man, ik wil reizen. Dat wordt ook weer bespaarkosten. ja, toch? Maar ik ben naar buitenlandse zaken gegaan. En ik heb tegen al die medewerkers daar... COVID is slecht, maar ciao en boom. Exactly. COVID geeft je kansen. COVID geeft je... kans om in overleg te gaan met de moderne technologie. Je gaat zoveel dingen doen en je bespaart een heleboel. Dus ook dat moet allemaal gaan gebeuren. Mm. En nogmaals, met Nederland zijn er goede afspraken gemaakt. Kortom, Uroko. En we gaan werken. En ik weet dat hier en daar misschien wat geen schoonheidsfoutje. Ik wil herstellen die schoonheidsfout. Mm. Maar we gaan door. We laten ons niet afleiden van dat groter plaatje, dat groter doel dat we dit land Suriname gaan redden. Dat we het volk uit de crisis gaan halen, Farid. Dat is het woord wat ik het volk gegeven heb en dat moet doen. Chandrika Persat-Santok, we hebben een laatste beller aan de lijn. Goedenavond, u bent in de uitzending. Bedankt voor het wachten. Ja, goedenavond meneer Farid. Goedenavond president. Goedenavond. Alles goed met u? Ja hoor, met Gods wil wel. Ja, ik heb een vraag voor de president. Wat alles in Paramaribo gebeurt en districten. Hè? Wat gaat u doen voor de mensen in de districten die hun dagelijks brood verdienen vanuit de verschillende sectoren, de groenteproductie, veeteelt, visserij? Oké, dank u wel. Het komt erop eigenlijk neer. Ik denk dat die vrouw bedoelt van kijk, die productie die zit niet in Paramaribo. Ja. Paramaribo is meer dienstverlener, maar die productie die zit buiten, groente, veeteelt en vis. Ja, oké. Ja. Met COVID hebben we het volgende gezegd. Die markten blijven open. Dus we hebben niet gezegd dat die markten dicht gaan. Alleen moet je COVID-bepalingen in acht nemen. Er gaat controle zijn. 1,5 meter afstand. Alles maar moest weer een mond- en neuskapje. Dus mensen kunnen groenten daar brengen. Tweede opdracht wat ik gegeven heb voor de mensen die groenten niet kunnen brengen. Daar heb ik in die onderraad armoedebeheersing. Ik heb minister Sjoerdien van LVV gevraagd om dit gedeelte goed te coördineren. Gaan jullie die groenten opkopen bij die mensen die hun groenten niet kwijt kunnen. En maak een drive-through markt. Ik weet niet of je dat weet, maar dit hadden we toen de tijd bij VHP-centrum gedaan. Jullie hadden een drive-through markt. Juist, correct. En ik zeg, breng het naar die districten en die wijken. Mm. Dat de mensen met een achtneem van COVID met hun auto kunnen binnenkomen, hun groenten kunnen kopen, hun vis kunnen kopen, hun brood kunnen kopen en ze rijden weer weg. Dus die dingen moeten komen, omdat als je ernstige maatregelen treft, die beperkingen gaan inhouden, moet je ook als staat een stukje mogelijkheid creëren voor de mensen dat alhoewel ze thuis blijven, niet ver van hun huis, toch iets kunnen kopen. En zij die het niet kunnen betalen, zij in ieder geval die onder die armoedegrens is gekomen, dat die onderraad armoedebestrijding met pakkettendiensten gaat naar die mensen. Dat is het beleid. Dus nogmaals, de productie moet gestimuleerd worden en daar waar de mensen het niet zelf kunnen aanleveren, ook vanwege het feit dat die dingen niet meer geëxporteerd kunnen worden. Daar moeten we als regering ondersteunend zijn met de organisaties in die sector. Dat daar waar die goederen in overvloed zijn, dat die goederen gebracht worden daar waar die goederen nodig zijn. In die andere wijken, in die andere buurten. En dat is een win-win situatie. Chan Santokki, ik bedoel president Chan Santokki, daar praten we mee vandaag in Rashid Pierkans Kaladerkal. President Santokki, we gaan naar onze afronding toe en ik wil weer afronden met waarmee ik was begonnen en dat is COVID. Want we hebben niks aan als onze burgerij ziek wordt en onze burgers sterven, dan hebben we niets aan de materiële zaken. Dus save life is priority one. Voor de duidelijkheid, er komt een lockdown. Ja. Vrijdag, zaterdag en zondag.
Heb ik het goed begrepen dat zaterdag de hele dag is in vergelijking met vrijdag, zondag? Want dat was een beetje... Ja, Farid, in feite was de discussie, breng een lockdown een hele week. Maar we krijgen signalen namelijk, er zouden heel wat sectoren kapot gaan. Dus we hebben gezegd, we gaan een samenspel doen met het volk van Suriname. En we geven alvast een signaal, volk van Suriname, deze zijn de nieuwe maatregelen. Met Begunu, hou je aan de nieuwe maatregelen. Ik begin al met een signaal van één lockdown. Zaterdag de hele dag, maar het start 8 uur 's avonds van vrijdag. Dat is die avondklok. 8 uur 's avonds van vrijdag start het, de hele dag van zaterdag tot en met dan die 5 uur ochtend van zondag. Zondag kan je weer naar die markt gaan, zondag kan je weer naar de kerk gaan met het achtnemen van die COVID. En we gaan kijken hoe het gaat. En als we zien dat het volk zich houdt, als we zien namelijk dat er een dalende trend is van aantal infectiegevallen, dan kunnen we die lockdown weghalen. Maar als we zien dat het niet helpt en het volk houdt zich niet daaraan, dan wordt het een tweede dag. Maar ja, je hebt eerder opmerking gemaakt. Kijk, de politie kan niet overal zijn. Hoe graag de politie ook overal. Het kan gewoon even. Het land is te groot. Mensen leven ook een beetje verspreid. Ja. Hebben jullie een alarmnummer? Tewamashiwatori van, hé, dat is mijn party. Dat is ook vandaag gevraagd. Dat er een nummer bekendgemaakt wordt naar de samenleving. Waarmee kan bellen. Kijk, hier is er een groep die zich niet houdt. Zodat de politie met een soort nieuw quick response team direct kan inspelen daarop. Al deze zaken zijn afgesproken vandaag. De teams van Volksgezondheid en minister van Justitie en Politie hebben de opdracht gehad om dit verder te gaan uitwerken. Maar nogmaals, de burger moet meewerken. Willen we af van lockdown één dag? Zal bepaald worden door de burgers. Zal bepaald worden door onze controle en die handhaving. Gaat het niet werken, dan wordt de tweede lockdown ook. Dus deze zaterdag, omdat de periode is 2 weken... zal ook gelden voor die volgende week zaterdag. Dus we gaan 2 zaterdagen total dan? Juist. Okay. Ja, dus dat is het. Dus zij die activiteiten gepland hebben, kijkt u goed ernaar. En past u het aan, maar dit doen we in uw belang. Dit doen we om de samenleving te beschermen. Dit doen we, Farid, als mensen COVID besmet zijn, familie nog kan go bezoeken. Als iemand doodgaat van COVID, is geen normale begrafenis. Laat die mensen ook daarmee rekening houden. Jouw geliefde gaat dood, maar in een man bezoek. In een man tjajang. Dus laten we daarmee rekenen. Laten we niet zo ver komen. Laten we in ieder geval met een gedeelde verantwoordelijkheid, een collectieve inspanning, zorg dragen dat we afkomen van COVID. Het is een korte termijn actie. Een vaccin no kon amundisi. Een vaccin no kon tramu. Of een vaccin kon varen, is misschien 2021. We moeten leren leven met COVID. Maar we moeten niet zodanig gaan leven dat onze gezondheidszorg helemaal jam loopt. Dat er geen artsen meer zijn. Dat er geen beademingsapparatuur meer is. En dat mensen meer en meer doodgaan. Dat willen onze regering niet accepteren. We willen samenleving beschermen. En dat willen we samen met die samenleving gaan doen. Tjan Santokki, dames en heren. De president heeft het gehad over COVID. En u ziet ons zonder een mondbedekking. Dus nogo, ook dat Facebook de mannen... Maar dan heb je wel maatlint, Tjan. Ja. Twee meter maatlint. Toch? Dus dat moet u weten, we hebben ook voor de bescherming en de veiligheid hier intern gezorgd. President, ik heb u gehad als voorzitter hier 23 mei. 25 mei, 2 dagen daarna bent u ervan doorgegaan met de overwinning. Ik heb u vandaag weer gehad, dan wel 3 dagen na uw inauguratie. Wanneer ga ik u weer zien hier? Anytime, ik zal available zijn. En ik wil de samenleving nogmaals bedanken voor de keuze die mij gemaakt heeft. Farid, ik begrijp soms ongeduld. Maar 1 ding heeft u wel gedaan. Door een nieuwe regering en een nieuwe president daar te zetten. Is stoppen corruptie. Dat die boeverij van dat gelden weggingen. Is stoppen. Dat heeft u gedaan. En nu is ons taak om goed beleid te gaan ontwikkelen. Om alles weer in orde te brengen in het land. Qua instituten. Qua aanpak. Qua beleid. En daarvoor is er een regeerbeleid. We gaan het presenteren op 1 oktober. In mijn jaarrede. Voor 15 september moet het regeerprogramma 2020-2025 af zijn. Moet het jaarplan van de ministers af zijn. Van alle ministeries. Moet de jaarplannen van de minister 2020-2025 af zijn. Moet begroting 2021 af zijn. En amendement, aanpassing, nota van wijze van de begroting 2020, wat ingediend parlement ook af zijn. We werken dag en nacht.
dag en nacht werken voor de Surinaamse samenleving. Vandaag de eerste 30 dagen gehad. En ik vraag u, verlies u geen geduld, verlies u geen hoop. Oh, kom, het komt goed met Suriname. We menen het met Suriname. Echt waar. We gaan het land redden. President Chandrika Prasad Santokhi, de nummer 1 man in Suriname, mag u bedanken voor uw komst naar Rashid Pierkans Kala Ajorkal. U ook, heer Farid Pierkan, u ook bedankt om mij als gast uit te nodigen. En inshallah, dames en heren, ben ik er weer zaterdag aanstaande met een nieuwe aflevering van gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkans Kala Ajorkal. Ram Ram, namaskar, goede havi, salam alaikum.